Ja, na jaren van voorbereiding is Glasweb gestart met de realisatie van glasvezel in de gemeente Venray. En om ons bij te praten over de stand van zaken is hier uiteraard weer Bart Lemme, dames en heren. Ja Bart, na jaren van voorbereiding dan eindelijk van start gegaan in IJsselstein. Vertel eens, hoe was dat? Ja, 10 december hebben wij de eerste schop in de grond gezet. Destijds nog met de wethouder Eik Busser, ja. Voormalig wethouder. Die een grote voorvechter van het glasvezelnetwerk in Venray was. En vanaf dat moment is de trein volledig gaan rollen. En op dit moment kunnen we melden dat Pop IJsselstein op een paar adressen naar volledig is aangesloten. Pop? IJsselstein, ja, een pop. Dat is een netwerkstation. Okay, ja, ik snap het allemaal niet. Dus ik denk, vraag het even. Goeie vraag. Een netwerkstation van waaruit naar elke woning, zeg maar, twee glasvezeltjes gaan. En ja, in IJsselstein zijn we zover dat inmiddels allemaal zo bij de woningen ligt. En ze zijn nu volop bezig om de huisaansluitingen te maken. Dus de glasvezel ook daadwerkelijk in het huis te krijgen. En dan komt de volgende stap. En dat zal na maandag gaan beginnen. Want maandag gaat het licht erop, zoals we dat noemen, op het eerste popstation, oftewel netwerkstation. Ja. En dan gaan we langzaam de eerste klanten voorzien van internet, televisie en radio. Oh, dus dat gaat dadelijk in IJsselstein gewoon razendsnel? Die zijn dadelijk razendsnel, ja. Ja, dat is leuk. Was het spannend trouwens? Die eerste dag dat echt die schop de grond in ging. Nou, hoe lang hebben jullie eraan gewerkt voordat het zover was? Nou ja, goed, voordat wij. We zijn eind 2013 ooit begonnen met het hele initiatief. Daarvoor loopt nog een heel traject vanuit de wijk en de dorpsraden, die initiators zijn van dit project. Maar dat wij de go kregen was zeg maar halverwege 2017. Dus we zijn dadelijk ongeveer een jaar bezig geweest om alles in gang te zetten. En dan op 10, of ja, in december in ieder geval de eerste schop in de grond, dat was allemaal nog wel te doen, zeg maar. Maar op dit moment vind ik het wel bijzonder spannend, want ja nu gaat het echt gebeuren. En nu moet dadelijk dat signaal goed zijn. En we doen er alles aan de voorkant om dat te testen. Ja. Dus, en dat ziet er voor nu ook gewoon goed uit. Alleen ja, dadelijk gaat het werkelijk. Zijn we werkelijk een. Ja, en dat is wat jullie graag wilden, toch? Ja. Dat was het doel vooraf. Ja, ja, IJsselstein, nagenoeg klaar. Mm-hmm. Welk dorp, welke kern is dan aan de beurt? Nou, op dit moment zijn ze volop aan het graven in Merselo en in de Vredepeel. Dus ook daar gaan ze. En bij toekomst het licht zien, zeg maar. Ik ga het licht zien zelfs. Oh. Het glasvezel licht zien. Ja. Maar daarnaast is in Leunen, Veulenheide, daar hebben wij onlangs klantenaanmelding, bewervingscampagne, zeg maar, afgerond. Ja. En op dit moment loopt die in Oerlo en Kasteraai. Pop Oerlo is dat dan. Ja. En we zijn ook al bezig met voorbereidingen in Wansum en in het Oostrum. Ja. En Oostrum is dan samen met Smakten. Maar waar ze dus nog niet aan het graven zijn, daar kunnen mensen zich nog steeds aanmelden? Ja, voor Leunen, Veulenheide geldt dat daar in ieder geval de deadline is geweest. Dus gratis aanmelden kan daar niet meer. Ja. Maar voor Oerlo en Kasteraai kan dat nog wel tot het einde van deze maand, tot de 31ste. En dan komt daarna nog een deadline moment voor Wansum, Oostrum en Smakten en Holtwees. Ja. Ja. En ook nog een deadline voor Venray zelf? Ja, voor Venray zelf, daar zijn we nu wel langzaamaan mee begonnen om daarna te gaan kijken hoe we dat kunnen gaan ontsluiten en straks kunnen aansluiten. Dus altijd fase 2. De hele financiering loopt over fase 1, dus daar zullen we toch het hele traject weer opnieuw moeten opstarten. Mm-hmm. Maar daar zijn we nu volop naar aan het kijken van hoe kunnen we dat aanvliegen in één keer, in delen. En welke delen dan? En daar komen we in de loop van dit jaar op terug. Ja, nou ja, dan stel ik voor dat je dus nog een keer gewoon terug gaat komen om dat dan weer met ons te delen. Wanneer is zeg maar dat wat jullie gepland hadden helemaal klaar? Het hele glasvezelnet? Fase 1 dus, in dit geval nog even exclusief Venray zelf. Dat is naar verwachting 1 juli volgend jaar klaar. Ja, dus over ruim een jaar dan? Ja, juli volgend jaar. Dan moeten we eigenlijk die ronde helemaal gehad hebben. Moeten we de laatste klanten daarin geactiveerd hebben. Ja. Ja. Dankjewel voor de update. Zijn we nog dingen vergeten die we nog wel moeten vertellen? Die jij moet vertellen? Nou, in ieder geval aanstaande maandag gaat voor ons, wij noemen dat licht erop. Dus dat is voor een besloten, of in ieder geval voor onze Glasweb-teamleden die eigenlijk het grote succes van dit initiatief zijn. Hè. Dat zijn onze grote ambassadeurs. Gaan we daar in ieder geval even een klein de mijlpaal vieren.
Daarnaast, voor degenen die nog willen aanmelden of nog informatie willen, er zijn regelmatig inloopavonden. Kijk op onze website www.glaswerpvennerij.nu. En daar zit een agenda en kun je kijken in jouw buurt waar je in ieder geval nog extra informatie kunt krijgen. Ja. Dus ik zou ze graag naar willen wijzen. Goed zo, bij deze gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Applaus.